Ja mensen, zoals jullie kunnen zien, dit is een stream highlight. In de vorige stream heb ik live lopen schieten met Alba en dat is wat jullie gaan zien in deze video. Ik ga niet te veel lullen, ik ga jullie vragen om een like achter te laten, eventjes te abonneren hier beneden en ga lekker genieten van de video. Laters. Hallo, handjes, handjes. Allemaal omhoog, jongen. Hallo, instappen in die zwarte RSS. The fuck? Wat is dit? Achter jou zitten. Doe je allemaal niet omlaag. Ik schrik me de tyfus. Je gaat trekken even in ieder geval een zak over zijn hoofd heen. Dan weet je niet waar we heen gaan. Heb je iets op zak? Nee. Je gaat in een gang. Bro, ik zeg je eerlijk, als ik in die gang ga, hè, dan ga ik... Ja, wacht. Ja, maar jongens, oprecht, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Rustig, die porto houdt. Maar Vita zegt, ik weet te veel. Ik heb geen... Yo, man. Je hebt wel een beetje veel informatie over ons, hè? Nou, in principe weet ik inderdaad best wel veel, ja. Ja. Dat klopt. Ja, het probleem is, ja. Het is wel een klein probleempje eigenlijk. Ja, dat kan ik enigszins wel begrijpen. Maar ja. Ik ben tot nu toe wel altijd gewoon veilig omgegaan met wat ik weet van jullie. Ik heb ook gehoord dat je met andere mensen zaakt. Ja, ik heb het voortuig, want het is... Ja, je moet wel even helpen, want ik kan niet echt wat zien ofzo. Ja, hij heeft een zak over zijn kop. Wacht even, trek even die deur los. Zo, trek hem dan maar uit. Hallo. Yo. Je hebt informatie, wat we aangeven ook. Ja. Veel informatie. Mhm. Vertrouwelijke informatie. En daar zijn we natuurlijk wel flink voor op onze hoede, zeg maar. We willen niet dat informatie verspreidt. Nee. Wij weten dat jij sowieso met ons, dat je liefst ons wilt versterken, hè? Mm-hmm. Nou is dat niet zomaar iets en moeten wij 100% mensen vertrouwen, hè? Zoals dat wij jou een opdracht hebben gegeven. Ja. Daar waren wij nog niet helemaal mee klaar met die opdracht. Oké. Okay. Het is namelijk zo, wij gaan jou dadelijk gewoon een porto meegeven. Ja. Ja, dan met die porto dat is gewoon onze eigen porto, dus ook dat is vertrouwelijke informatie, mag niet geleakt worden. Mm-hmm. En dan gaan wij eens kijken wat jij kan van rippen en weet ik veel wat. Oké. Dus, oké, is goed. Dus dat is eigenlijk even een tweede testfase. We hebben natuurlijk fase 1 gehad, hè, en ja, hoe dat afgelopen is, ja, dat zien de mensen zelf snel. Ja. En wat daar verder uit is gekomen. Nu gaan we fase 2 in. Mm-hmm. En we gaan eens kijken hoe jij fase 2 doorbrengt. Oké. Okay. Dus wij gaan dadelijk wegrijden. Ja. Ergens als wij terug op een veilige plek zijn, dan trekken we die zak weer van je hoofd af. Uh-huh. Dan geef je dadelijk een porto. We doen met een briefje in jouw zak zetten we een porto neer. Uh-huh. Die alleen jij kan zien. Weet je wel. Ja. Zorg dat hij niet voor dat cameraatje van jou daar gezien wordt. Nee, misschien dat je dat even via de... even moet sturen, snap je? Ja, ik zet gewoon een briefje in je zak en als jij hem daar gewoon even checkt, dan kan niemand dat meelezen. Ja, is goed. Dus dat is het plan. Ik verwacht natuurlijk gewoon een goede portoprotocol, hè? Mm-hmm. Geen geschreeuw, geen gezeur. Natuurlijk. Sterke komst en bij vragen horen wij dat. Heb je begrepen wat wij van je vragen? In principe wel, maar wat wordt er van mij verwacht nu dan precies? Wat gaan we doen? Nou ja, goed, wij gaan gewoon kijken hoe jij als echte crimineel te werk kan gaan. En okay. Of jij het ook in je hebt zitten om een echte crimineel te zijn en of jij ook echt mensen durft uit te moorden en dat soort dingen. Je hebt natuurlijk de eerste fase gehad, zoals ik het noem. Ja. Daar heb je inderdaad, hebben we daar gezien dat jij iemand durft te overmeesteren. Ja. Fase 2 is om te kijken of je echt daadwerkelijk durft uit te stappen en mocht het nodig zijn ook echt durft te shooten. Oké. Okay. Dus dat is fase 2. En daar gaan wij even op afwachten op dit moment. Oké, is goed. Ja, ik ben benieuwd man. Wanneer mag die zak van mijn hoofd af dan? Wij rijden dadelijk van deze locatie weg. Ja. En dan als wij ongeveer op een veilige plek zijn, dan gaat die zak van je hoofd af. Oké. Ja? Ja, is goed. Dus Vito gaat jou begeleiden richting de auto. Hij zet jou erin en dan denk ik wel ergens weer de zak van je hoofd. Oké, is goed. Top. Ik zet de deur alvast los, blijven. Kom maar jongen, ja? Ik heb je arm vast. Ja. Kom maar, loop maar naar voren. Ja, kom maar.
Oké, nu moet ik mezelf bewijzen. Dit is het moment dat we gaan shooten, bro. Oh, dit is wel spannend, boys. Ik zeg eerlijk, ik vind het spannend. Weet je waarom? Omdat ik heb natuurlijk af en toe die lag spikes. En straks verlies ik ineens mijn fucking gun nu, ouwe. Wat gaat er gebeuren? Ik krijg weer een opdracht van Alba. Dus. Ja, rij langs de motor naar Middelpark. Misschien kom je nog een vlog. Ik ben al vlakbij Middelpark. Moet ik daar gewoon checken voor kloppers of? Hey boys, we moeten die Taycan ook knallen, man, want die zit ons te kalen. Waar is die op? Ik rij nu momenteel bij garage. Niet meer kalen, bro. Oké, kom, loser. Hi boys, we gaan naar het shooten, pa. Ik heb volgens mij een Camaro Shift achter me aan, man. Waar? Ja, ik rijd niet La Fuenta, begin La Fuenta. Hij kalt me ook. Ja, rij maar door La Fuenta. Ja, rij maar door richting Sandy. Gewoon helemaal door naar Sandy. Ja, doe ik. Als jullie mij zien, ziet zo, ik ben net om rechts. Ik heb nu ook op zak, man. Ja, die, hij zit duidelijk achter mij, man. Ik weet alleen niet waarom, man. Hij heeft me niet gespeeld. Je moet zeggen wanneer je vlakbij... Ik ben vlakbij het tankstation nu, Sandy, man. Ik ben er bijna. Ook die Taycan weer. Ja, toch? Helemaal. Ik heb geschoten, volgens mij geen bandje. Bijna bij de wegweer bij Portland. Pas wel op, hè? Er zijn schoten geweest. De motor ook, dat is wel bandje. Ja, ik had wel bandje. Waar is dat? Nu ben je dat op roadweg. Ik ben bij dat op roadweg. Komt die richting Bosnino? Ik stuur Lokke, hij is gewoon uitgestapt. Hij is uitgestapt, ja, ik ken het wel. Pas op, ik heb wel geschoten, zijn bandje is lek, dus politie is onder. Check zijn auto en pak ook die pomp mee. Want hij wordt nu gehandzet. Ik ben de eerste teun nog steeds. Ja, ja. Ik had zijn bandje gewoon. Jullie MK7 is van ons, zei je toch? Ja. Ook een ram gooien, een beetje.